maar we zien als oplossing voor de vele migranten die hier zijn. En uiteindelijk heb je het Vlaams Belang die zo een radicale politiek voert en een radicale oplossing ziet. Maar wat zie jij dan als oplossing? Want uiteindelijk zijn er te veel en is er te veel buitenlanders die hier zitten. Maar wat zie jij dan als oplossing om dat tot te lossen eigenlijk? Hè? Een heel moeilijke vraag natuurlijk, hè? Omdat ten eerste zit je in de Europese Unie, 27 landen waar men vrijheid van verkeer en goederen heeft. Je mag niet zeggen tegen een Pool, je mag hier niet komen, nee, dat is Europa. En je mag dat ook niet zeggen tegen alle leden van de Europese Unie. Anderzijds zijn er hier heel veel mensen uit landen die zich ver hier vandaan en die zijn mensen die zich te weinig aanpassen. En daar gaat het altijd om. Hè. Ik heb absoluut geen probleem met mensen van vreemde origine die naar hier komen, maar ze moeten zich wel willen integreren. Ze moeten willen zich aanpassen, onze taal leren, weten dat dat hier een democratisch bestel is. Is het dan ook niet de fout van jullie dat je ze zo in weken apart zit, like in Antwerpen, like dat je, ik weet niet, een Smolenweek of zo, dat je ze allemaal samen zit en dat ze dus niet kunnen integreren in de maatschappij? Dat is juist. Ik heb een radicale ding. Goed. Maar het is zo dat, en zeker in het Brusselse of in de grootsteden zoals Antwerpen, heeft men die mensen bijna in de arme wijken gestoken. Brussel bijvoorbeeld zijn er zones die verschrikkelijk moeilijk zijn, ook omdat daar de werkloosheid bijzonder hoog is. Van die mensen die daar wonen, meer dan de helft heeft geen werk. En wat doen mensen die geen werk hebben? Ja, ik moet het u niet zeggen. Dus dat is niet goed. Dat integratiebeleid in een aantal steden en plaatsen is verschrikkelijk mislukt. Moeten we eerlijk erkennen. Anderzijds gaat er natuurlijk naar dat rijke Westen mensen blijven komen. Hè, omdat ze, ik ken een paar Tsjetsjeense vluchtelingen. Die mensen zijn weggelopen uit Tsjetsjenië omdat hun huis kapotgeschoten is, omdat een broer doodgeschoten is. Die zeggen het is daar onveilig, dus je moet asiel verlenen. Maar er zijn aan alles grenzen en ik denk dat we de grens hebben bereikt van je kunt de deur niet blijven openzetten en je moet vooral de mensen die hier zijn goed opvangen, begeleiden, proberen aan werk te helpen. Het is natuurlijk ook een cultuurverschil. Je hebt binnen de islam heel veel goede mensen, maar je hebt daar een radicale fractie in, hè? Die straks ook met burkas en zo wil rondlopen. Hè? Maar dat zal dus niet doorgaan. Dat gaan we dus niet toestaan. Hè? Iedereen zijn cultuur. Ja, dat zal wel zijn. Dat hij een chadorla of een sjaaltje, wat kan mij dat schelen? Maar het kan toch niet dat we hier in België, dat er burkas lopen. Wij hebben daar een wetsvoorstel over. Hè? Het is alleen, het moet, dat kan niet. Nee, sorry, een klein beetje de regels respecteren. Hè? Ja, ik ben zelf moslim, hè? Mijn papa komt zelf van Irak. Ja. Hè? Dus... Maar u bent voor burkas in België, mogen ze dat dragen? Maar van mij is dat geen probleem, omdat als wij naar daar gaan, dan loop ik daar eigenlijk ook zo rond, like dat ik wel. Ah, ja, of zo. Dus ik heb daar geen probleem mee. Oké, het is gevaarlijk. Van, je weet niet wat dat ze eronder dragen of zo, of wat dat ze bij hen er hebben, maar uiteindelijk vind ik dat de... ik vind dat gewoon een beetje jammer van de Belgen op zich, dat ze dat niet kunnen respecteren. Dat ze zo, Maar er is een groot verschil tussen respect voor je cultuur, ik zeg een sluier dragen, een sjaal, een chador, alles wat cultuurgebonden is. We hebben hier jaren en tientallen jaren in Vlaanderen liepen er nonnen rond, ook met een kapken op, dat is geen probleem. Maar het feit van juist op de ogen te zien, dat gaat niet. Hè? Ja. Dat gaat niet. Hè? Allee, hier in het Westen, het spijt me, er is ook een element van identificatie. De politie moet kunnen zien wie daaronder zit. En u bent van Irak? Mijn papa is van Irak, knap. En hoe is hij hier gekomen als vluchteling? Hij heeft meegedaan in de Eerste Golfoorlog. Ja. Dan is hij opgeroepen voor de Tweede en is hij gevlucht naar België. En heeft hij mama leren kennen en heeft hij Nederlands gevolgd en zo. En nu is hij hier. Fantastisch. Is toch schoon. En nu Poles ook studeren. Ja. En spreek je nog? Ik versta het, maar papa is ook in het commissariaat in Brussel. Dat is ook. Dat is een van de problemen dat we hier vaak hebben in Zeebrugge. Er worden mensen uit een container gehaald. En wel waarschijnlijk mee, want er is geen één politieagent die Arabisch spreekt, Tsjetsjeens of wat dan. En dus, papa helpt daar nog bij. Voilà, dat was een leuke babbel. Hele leuke babbel. Dat verrassend wat op tijd.